dat transformatie alleen maar mogelijk is vanuit je bedoeling. Dus als we gaan transformeren vanuit systemen, als we gaan transformeren vanuit de maatschappij, dan blijft dat een externe stimuli. En wij mensen willen gewoon niet veranderen, transformeren, als we van buiten prikkels. Die prikkel moet van binnen komen. Nou, mijn belangrijkste boodschap is just do it. Maar daarvoor heb je wel een visie nodig. Gewoon dat patiënten gewoon burgers en mensen kunnen zijn, hulp om hen heen en dat je het wel anders organiseert. Toekomstgericht met faciliterende digitale technologie. Ik pleit voor een revolutie van burgers, dat zij helder maken wat de gezondheidszorg voor hun moet doen. Want de gezondheidszorg, zoals die er nu is, die bepaalt eigenlijk zelf wat ze levert en hoopt dan de handen te kunnen schudden met de burger. Maar dat is de omgekeerde wereld. Ik wil mensen voornamelijk uitdagen om wat vaker terug te gaan naar hun bedoeling. Waarom doe je wat je doet? En daar moeten wij als bestuurders mee beginnen. Wij moeten de steen in de vijver gooien.